Vanmiddag heeft Yvonne Cordewijer op haar Instagram nieuws bekendgemaakt over Famke Louise. Ze gaat namelijk op een Nederlands platform waarbij zij pikante foto's van haarzelf zal gaan delen achter een betaalmuur. Haar fans betalen haar dus een bedrag per maand om deze foto's te kunnen zien. Later in de middag heeft Famke dit zelf bevestigd. Famke postte op haar Instagram story al een opvallende tekst: het lijkt erop dat ze zichzelf al probeert in te dekken over alle kritiek die ze hierop gaat krijgen. Het maakt me doodongelukkig om gevangen te zitten in mijn eigen hoofd en dat je je continu maar moet inhouden omdat je bang bent voor de meningen van anderen. Ik ben gewoon een rebel. Haar ex-vriend Tim, ook wel bekend als D-Tim of Snapking, is ook druk bezig geweest met teksten schrijven op zijn Instagram. Ondanks dat zijn nieuwe vriendin ook aan OnlyFans doet, heeft hij toch het gevoel gekregen dat hij op de keuze van Famke moet reageren. Hij begon met een pikante foto van het achterwerk van zijn vriendin, met daarbij de link naar haar kanaal. Ook schreef hij: zo niet fan worden van een plank, dan krijg je alleen maar splinters bij je ballen. Duidelijk een uithaal naar Famke, maar hier blijft het natuurlijk niet bij. In de volgende story schreef hij: Alibaba copycat. Maar deze marketing king kan je niet verslaan, want ik heb jou gemaakt van top tot 10 shitwijf. Het lijkt erop dat Tim vindt dat Famke zijn vriendin nadoet. Ook deelde hij een filmpje waarin hij zichzelf filmt en zegt: nu zelf beginnen, als moeder? Wauw, heftig man, met de tekst: nu kan je Snapking krijgen. Ook sloot hij het af. Waarom hij zo bezig is met de dingen die zijn ex-vriendin doet, is onduidelijk.